4-0 verlies op Charleroi geen onverhoopte stuntzegen om de terugronde aan te vatten? Nee, dat is duidelijk. Goed, we hebben een eerste helft gespeeld, goed georganiseerd, weinig kans weggegeven tegen een ploeg die toch qua power en qua gestalte veel beter is dan ons. Ze hebben eigenlijk geen kansen gehad. Dan na de rust zijn de eerste kansen voor ons en eigenlijk moeten we daar misschien wel scoren na twee kansen. En dan begint een festival van corners en stilstaande fase, waar wij tekort komen in lengte en in power. En daar wordt in 9 minuten drie keer gescoord en dan is de wedstrijd over. Ja, we proberen nog terug te vechten, maar dat was gewoon omdat zij wat gas minder namen. Maar goed, als je in tweede klasse drie keer in 9 minuten een stilstaande fase tegenkrijgt, dan is dat dodelijk. Hè. En, ik moet zeggen, we hebben proberen te voetballen, maar tegen dit Charleroi, die niet impressionant was, maar goed, hebben wij vooral op power en op lengte gepakt geweest. Dat is niet echt een schande, maar goed, de volgende wedstrijden moeten dan met punten geoogst worden. Hè. Maakt het extra pijnlijk dat die doelpunten allemaal op 5 minuten tijd vallen? Wel ja, tuurlijk. En dat is, wat nog extra pijnlijk is, is vooral het uitvallen van De Waast, die toch redelijk goed aan het spelen was. Die terug uit is met een spierblessure in de bil. Dezelfde kant waar hij nu al 2 keer geblesseerd geweest is, dus dat moet een keer heel goed herbekeken worden. Op die fase is natuurlijk verwarring. Zo'n gestalterijke speler hebben wij niet op overschot en dat wordt natuurlijk wel uitgescoord. Ja, goed. Dit is bitter, maar goed. Dat is het einde van het verhaal niet. Je moet zeggen, wij moeten nu proberen tegen Aals thuis en opwetteren toch wel punten te halen. Hè. Het wordt toch een beetje van moeten nu, de 2 komende wedstrijden. Ja, van moeten. Het is niet van moeten. Maar goed, als we onszelf de sportieve eer willen hoog houden, dan moeten we gewoon proberen voor thuis tegen Aals te hebben wat we in de eerste wedstrijd tegen hun niet gekregen hebben. En, dan hebben we het een beetje te gemakkelijk weggegeven. Waren we zeker niet de mindere wat het veldspel betreft. Dat moet hem dan maar concretiseren. Moeten we proberen de 3 punten thuis te houden. Oké, bedankt.